mensen van mijn kanaal. Ik moest een boer net laten. We gaan vandaag verder met Sleeping Dogs. En ik heb mijn oortje niet in. Dus ik heb geen audio. Get the disguise from the amulet. Wacht even. Yes! Oh, mijn oor. Oh, ik zat te ver weg. Oké, we gaan pakken een vermomming uit de ambulance. We worden Dr. Professor Geus. Dus het ziet er wel legit uit, joh. Gijs is een dokter. Niemand heeft hem door. Gijs is een dokter. Gaat op zoek naar een beeld. Gijs is een dokter. Ik zie een beeldje staan. Die neem ik echt wel mee. Is dit de koala? Yes. Oké. Er is niks aan de hand, mensen. Het is gewoon een doodnormale dag. Ik ben als dokter. Ik loop een beetje door het ziekenhuis. Oh, er is bloed. Wat doe jij hier? You in the habit of challenging doctors, nurse? I'm saving lives. What are you doing here? So sorry, doctor. My apologies. I kick in your face, bitch. Dokter moet iets opzoeken. Met zijn telefoon. Wat echt heel legit is hoor, jongens. Niks aan de hand. De dokter doet even wat codes invoeren en dan komt alles goed. Oh, hé, wat? 5, 4. Oh, hier moet dus 9. We doen hier wel 1 en hier doen we 3. Nou, dat is 2 en dit is dan 0. Oh, goed zo! Looks like Dr. Sang is doing a lot of kidney transplants. Where are you getting your donors, Sang? Oh, dat is eigenlijk best wel. You catch those gunshot victims the other day? Welke gunshot victims? Niemand ging dood of zo, hoor. Dokter. I need a doctor. Dit is toch een goede ding? Of wat? Wat? Waar moet ik heen? Oh. Fijn dat dat ook een lekkere duidelijk is aangegeven en zo. Ah nee, dit haat ik. Fuck. Dan moet je weer zo'n test gaan doen van... Kijk. Waar heb ik het beste bereik om... Waar de fuck heb ik nou... Dit is 1, oké. Yes! Oké, nou terug erop draaien. Jeep, jeep. Oh. Nog meer? Oh, oké. Dit is op zich nog wel niet het probleem. Oh, fuck. Ja, yeah. Nee, fuck! 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Hoppa. Gekraakt. Pak de bestanden op. Wat ben je doen? Meeting 18k Red Bull, zeg. Motherfucker. Killing Sun Onion guys just to get organs for an 18k ring. Oh, nou, oké. Nou, dan gaan we er maar weer vandoor, snel. Dus komt er zomaar toch een dokter terug. Hey! Sup. Ik sla je straks allemaal in elkaar. Ik heb het helemaal gehad. Dokter Gijs is weer klaar met zijn werk. Je zit te roken, bitch. Ja, wat nou? Ga me... Tang, it's Wayne. What have you found? I've got the doctor. He's doing a lot of transplants off the books. And he's got ties to an 18k Red Bull. I planted a bug in his office. You should be able to listen in on him. Graag gedaan. Oké, we gaan even... Ik vind dat dokter outfit heeft wel iets. Lijkt wel heel slim. Oh, collectible. Oh ja, we hebben trouwens... Ik had nog een held shrine gevonden. En nu hebben we nog een keer 10 extra held. En ik heb 2 keer een hanengevecht gevonden. En wel 6 keer verloren, maar oké. En nu hebben we 400.000 cash. Kijk. Bam! Bijna 500.000 en dan kunnen we weer een coole auto gaan kopen. Dus als jullie
tips of auto's weten waar ik heen moet, gewoon achterlaten in de comments. Kijk, dat is de auto die ik momenteel had gestolen. Die gele daar. Die zit al zoals gewoonlijk weer vol met deuken. Oké, ja, ja, mooi. Oh, hey, hebben we hem gehaald? Yeah! Level 3. Oh, yeah! Level 6. Boom! Upgrade tijd. Het, we doen dit wel. Geen idee wat het is, maar... En melee training. Oeh! Disarm tackle. Ja, dat gaan wij doen. Dat is zwaar vet. Even kijken. Telefoon. Contact. Wie moet ik bellen? Oké, het zal wel. Mensen, we gaan gewoon een missie extra doen. Aangezien wij... Ja, hoe heet dat? We hebben toch niks te doen. Dus we gaan wel deze missie doen. Tradition calls for us to select a temporary chairman until you are well, Uncle. A man who would continue as you would wish. If they were brazen enough to attack a wedding, we have to assume 18K will be coming after us. I know that you are right. Wait, my boy. Uncle, you're okay. Thanks to you. Sister Chang told me about the troubles between you and Big Smile Lee here. You must stop this fight at once. We must be united against our true enemies. Yes, of course, Uncle Po. Good. Pakmak, see to it that Wei is formally initiated. He's been a loyal foot soldier to the Sun Nanji. It's time to make him a red pole. Your initiation is Young Leong. He has been selling to schoolgirls and was ordered to stop. He switched to the 18K instead. Make an example of him. Thank you. I will. If any of your people have not been properly initiated, bring them with you. Uncle, we still need to decide who will lead us. What about you, Pakmak? You are my greatest friend. You know my wishes better than anyone. Would you not take my place? No, Uncle. I am your advisor. I cannot lead in your place. So, if not you, who then? Chu Qin Sao. He is your true nephew, your blood, legate Zip Doyan. Who better to preserve your wishes and keep the family together? Chu Qin, can you handle this responsibility? Temporary chairman? Yes, Uncle. I am ready and grateful for the opportunity. Pakmak, see that it is done. Wow, dus een dikke is nu mijn chairman. Jackie! Some news. I'm on my way over. We got an errand to run. See you in a few minutes. Oké, nou. Jackie gaat dus mee met mij op de missie, want wij zijn... Godverdomme. We zijn nu officieel een hoge jongen. En dan niet een wannabe hoge jongen, maar echt... Wij zijn één van de leiders van de Sun Nanji. Yeah, bitches! We zijn gewoon... Mijn audio is heel raar gaan doen. In mijn oor dan, hè. Het klinkt allemaal heel dof, maar... Dat kan denk aan mij. Ja, dat ligt denk aan mij. Ik zie het wel in de volgende aflevering. Oh, fuck. Oh, hey, wat is hier? De massageclub al? Oké, seems legit. Jackie, uitstappen! Oh god, wat? Oh, massageclub. Hey, wat? Hey, dat is Jackie. Jackie! Jackie, you're gonna love this. What's going on, Wei? Well, you're about to become a full member of the Sun Nanji. Fuck me! Are you sure? 100%. Jackie. Yeah, baby! Fucking did it, yeah! Oh, don't worry about it, my man. It'll be your turn soon. Fuck me! Jackie, are you sure? They're making me a red pole.
What? Holy shit, Wade! Ah, dat is wel nice. Dat, hoe heet hij? Jackie Amo. Oh, Jackie, the dream finally comes true. No shit, hey Wade, don't think I don't appreciate it. I know it wouldn't have been possible without you. No problem, Jackie. Man, you want to get a massage before we go? My treat, come on, man. Best way to celebrate, you won't believe what these girls can do. Oké, okay, we doen wel een massage, oké. Okay. Ik ben eigenlijk benieuwd wat voor massage dit is. Oh! Een backstage massage! Knipoog, knipoog. So, what's this errand? It's part of our initiation. You know this guy? Holy shit! Youngest one of us, Wade. Came up in old prosperity, just like you and me. Well, he's been dealing to kids. They ordered him to stop a couple of times. Okay. Did they tell you much about the ceremony? Just that we're in it. Brothers after that. Man, son on ye, brothers. Yeah. Okay. Waarom hebben wij zo'n poep lelijke Renault? I went out with you, mate, the other day. Finally asked her out, huh? So how'd it go? Man, I made her laugh so hard. I read that somewhere. That if you make a girl laugh, she'll fall in love with you. I think if you're funny, she'll fall for you. Same thing. Oh god, hey, hier zijn we al een keer geweest. Hey, where's Young? Okay, hij weet meer dan genoeg. Au! Ah, fuck, ik weet dat... Jackie, motherfucker, waar ben jij? God, non de huur, die Jackie. Laat mij gewoon in de steek. Au. Oké, dan maar zo. Oh, hij is er geweest. Kijk, dat mes. Oh, dat mes is nu al kapot. Oh, hey. Dit lijkt me een leuke. Oh, nou. Waar is die fucking Jackie? Godver... Oh, hij is al dood. Oké, dan maar zo, hop. 1-2, 1-2, combo. Oké, dan maar zo. Jezus, waarom gaat hij er gewoon ook echt niet aan? Au. 1-2. Ga daar eens. 1-2. Oké, dan maar springend. Oké, Matrix-stijl. Hey, we need to talk to you. Uncle Po sent us. Waarom gaat hij gewoon ook niet aan? We moeten bij hem. Oh, hey, wat? Oh, is hij het? Oh, ik zat te denken, waarom gaat hij zo niet zo makkelijk dood? Oh, double team! Yeah! Jackie, let's go, come on, let's move! Ik denk dat Jackie het er even moeilijk mee had. You okay? I don't know, man. Never... Shit, we have never done that before. I know. Was it? I don't know, my hands are shaking, man. Look, take a breath, Jackie. Breathe, man. Look at my eyes. I didn't expect it to be like that. I always thought about how it looked. I didn't know how it made me feel, you know? Feel it in my stomach. Shit, Wade. Calm down. Look, it'll wear off, okay? Oh, Jackie heeft er echt zwaar mee met dat hij een man heeft vermoord. Waarom denk ik dan gelijk aan dat nummer? Nou, yeep. Wat moeten we hier doen?
Cutscene! Is it done? It's done. Good, good. Brothers, from today forward, your lives will be forever changed. Is it done? Because today you are my brothers. We're bound to each other by blood, sworn to protect each other to the death if necessary. With our brotherhood comes duty. You will obey our leader in all things, and you will show your brothers respect always. With our brotherhood comes power. The Sun on Yi does not die. The Sun on Yi does not forget. It rewards its sons with wealth, status, and honor. It protects their businesses and their families. It cares for their children as if they were their own. Our brotherhood pays our enemies with pain, suffering, and death. And none suffers more than a traitor. Betray your brothers, and you will die a thousand times over, slowly, in the dark. The Sun on Yi and the gods themselves will burn your soul from your body and crush the ashes with our heels. There are 32 oaths. With them, you are bound together. With them, you become Sun on Yi. Are you ready to begin? Let the Sun on Yi games begin! Ah! Maar dat gaan we denk ik in het volgende deel Oh, nee, niet. Dus oké, we hebben 35... Wow! Holy shit, we hebben 100.000 cash erbij gekregen. Ja, fuck jou, Raymond. Je moet altijd op het einde komen, hè? Altijd als ik zeg, we gaan een einde maken. Nee, ik ben Raymond. Kom maar naar me toe. I read your report. I'm flattered. Was it a slow day or something? Pendry's very impressed. I'm not gonna lie, I'm sort of impressed too. He wants you to dig around, see what you can find on Sunny Woe. Says it's a priority. I read about him. I mean, he reps entertainers, dabbles in porn with allegedly some human trafficking mixed in. But why go after him? He's not Sun on Yi. To bring down the Sun on Yi, we have to take down the people who support them, cut off their revenue sources, dismantle the network. This is how we hit him where it hurts. Sunny's revenue stream is massive. And a lot of it flows to Sun on Yi. I'll see what I can do, Raymond. By the way, you hear anything about Dog Eyes? He seems to have disappeared. Haven't heard a thing. Oh, before I forget, Jackie Ma, we're taking him in. Jackie? From what I read in your reports, he'll be a good source of info, and it won't be hard to make him talk. We'll need you to set him up for us. That makes no sense. He's nobody. He's a criminal, Wei. You're a cop. I hate to be a broken record, but it sounds like you're getting attached. I'm not getting attached. I'm not a fucking idiot, okay? He's part of my cover. He brought me in. He's the one who vouched for me. And now you're so high up, you don't need him. He's outlived his usefulness, so we're bringing him in. I'm taking this up with Pendrew. This came from Pendrew. Taking him in accomplishes nothing, and it makes my job harder. Uh-oh. Nee, dat is echt zo'n nice streak, hè? Fucking nice game. Wat? Oh ja, dit was een huis. Waarom heeft hij allemaal van die creepy nachtmerries? En hoort hij alleen maar altijd Raymond? Ik denk dat we allemaal nieuwe bedden moeten gaan kopen. Oh, ik ben benieuwd. Het lijkt net of er een ruis in mijn microfoon zit. Dus dat moet ik straks ook nog gaan... Jack, Nee. Ik ga even uit mijn huis. Even kijken waar ik woon. Oh, what the fuck? Is dit mijn huis? Oké, daar had ik toch een ander idee over. Nou mensen, dat was het weer voor vandaag. Doe een duimpje omhoog als je de aflevering leuk vond. Vergeet niet te abonneren als je het niet hebt gedaan. Eens kijken. Oh, vergeet me niet te volgen op Twitter voor de laatste updates. En ik zie jullie morgen weer. Houdoe.